Welkom. We zijn vandaag op het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch, waar we samen gaan denken aan mensen die we missen. Ja, dus wat fijn dat je aanwezig bent bij deze gedachtenisviering. Ik vergeet je niet. Ik denk dat iedereen van ons, uitzonderingen daar gelaten, wel iemand zijn verloren aan de dood die we heel graag nog bij ons hadden gehad. En dat kan een mens zijn of een dier. Vandaag is het tijd om daarbij stil te staan. En we gaan het live doen hier in Den Bosch. Met een telefooncel waar mensen echt iets kunnen zeggen tegen iemand die ze missen. Een soort van lijntje naar de hemel. We gaan praten met een klas die al vaker over gemis gesproken heeft en ons daarin gaat toelaten. Maar jij kunt hier ook bij betrokken zijn. In het scherm waar je kijkt nu naar deze livestream zie je een chatbox. En daar kan je echt vrij voelen om alles in te schrijven wat je wilt over mensen die je mist. Want we gaan kaarsen aansteken vandaag. En als jij een naam deelt, dan steken we daar een kaars voor aan. Als je er wat meer over deelt, we gaan ook verhalen delen uit de chatbox vandaag. Dus deel vooral wat je op je hart hebt. We gaan nu kijken naar een filmpje, want we hebben leerlingen uit Drunen gesproken in Brabant, Drunen. Die verhalen hebben gedeeld over mensen die ze missen. En dit verhaal gaat over opa Wim. Ik zou mijn opa helemaal niet willen vergeten. Want hij was eigenlijk mijn beste vriend altijd. En ik kon altijd alles tegen hem vertellen. Dus die zou ik echt niet willen vergeten. Hij is 3 jaar geleden ongeveer van de vrachtwagen afgevallen. En in een kratje. En daardoor moest hij naar het ziekenhuis. En toen zijn ze erachter gekomen dat hij kanker had. Maar op een plek in zijn leven waar ze het niet weg konden halen. Dus daardoor is hij overleden. Toen hij overleden was, toen kwam ik net uit school. En toen zat mijn moeder op de trap. En mijn oom die zat ook op de trap. En mijn moeder begon te huilen. En mijn oom ook. En toen was hij zeg maar overleden. En ik mocht bij hem gaan kijken, maar ik durfde het eigenlijk niet. Dus toen ben ik een paar uur later ben ik alsnog gaan kijken. En toen heb ik hem een kus gegeven. Omdat ik niet echt afscheid heb kunnen nemen. En dat vond ik best wel lastig. Dus ik dacht, als ik hem nou een kus geef, dan ben ik toch nog een beetje bij hem. En ik vond het heel raar, want hij was helemaal koud. En hij lag in de woonkamer zo. Dus ja, ik vond het ook een beetje eng. Mijn opa die was altijd op feestjes en zo. Was hij altijd degene die het feestje begon, zeg maar. En hij was als laatste, ging hij weg. En het was altijd heel gezellig, maar we konden ook hele serieuze gesprekken hebben. En als ik een keertje ruzie had thuis of zo, dan ging ik altijd naar opa, want hij woonde 2 straten verderop of zo. En ik ging heel vaak daar logeren. Hij was een soort van mijn tweede vader, alleen dan mijn opa. En op sommige momenten, bijvoorbeeld toen ik naar de middelbare school ging, was hij er niet. En dat vond ik niet zo fijn. Ik had het graag met hem willen delen. Hoi opa. Ik zit nu op het voortgezet onderwijs op MAVO-HAVO. En alles gaat goed met me. Ik hoop dat het ook allemaal goed gaat met jou. Doei. Steek een kaarsje aan voor opa Wim. Zo'n lief verhaal. Voel je vrij om zelf ook dingen te delen in de chat, in het scherm waarop je kijkt. Maar ik ga lopen, want hier om de hoek is een klas die eigenlijk al wel over gemis gesproken heeft met elkaar. En vandaag mogen wij daar dus bij zijn, zoals ik net al zei. Ik weet helemaal niet wat voor verhalen er gaan komen en wie ze met ons gaan delen, maar we gaan kaarsen aansteken en ik vergeet mijn kaarsen. Dat kan natuurlijk niet. Ik ben zo terug. Oh my gosh. Aanstekers, heb ik die ook nog? Ja. Sorry jongens, maar chaos is gewoon een beetje mijn ding ook wel. Daar zijn we. Hallo. Goedemorgen.
Welkom. Dank jullie wel. We zijn helemaal in de zen. Maar het klinkt ook heel zen hier, de muziek. Ja, het is, ja. Ja, ik heb net een kaars voor opa Wim aangestoken die uit is gegaan. Dat is natuurlijk, dat kan echt niet. Dus die steek ik vast weer aan. Maar ik begrijp dat jullie wel met ons wat willen delen over missen. En over de dood. Best een heftig onderwerp. En jullie hebben het er al vaker over gehad, begrijp ik. Ja, en dat was heel mooi. Heel indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Leerlingen hadden echt hele mooie ervaringen. Hebben ze met elkaar gedeeld. Betekent dat de leerlingen ook veilig dit met elkaar hebben kunnen delen. Dus dan is echt dit een topklas, wil ik echt zeggen. Ja. Een compliment voor de leerlingen. Ja. En dus, het zou ook niet dan de eerste keer zijn dat je misschien een verhaal deelt. En nu is er dus een camera bij en een hele entourage. Maar echt een eer om hier te mogen zijn. En is er iemand hier die dacht van, nou, ik wil dat eigenlijk wel met jullie. Wat is jouw naam? Vince. Zou je nog een keer willen zeggen? Vince. Te gek. Wil je graag op je stoel zitten of vind je het ook goed om met mij naar de kaarsen te lopen? Naar de kaarsen. Ja, kom maar. Vince, ik geef je vast de lucifers. Het is jouw moment. En waarom sta je hier? Toen mijn oma overleed, 4 jaar geleden, toen, vanaf dat moment begonnen zo'n beetje elke avond de lampen te knipperen. En dat begon niet zo heel vaak. Dat was niet echt ooit gebeurd. Mm. En hoe was het voor jou? Het was een beetje eng aan het begin. Want ineens vallen de lampen uit en dan gaan ze uit automatisch weer aan. Wauw. Gebeurt dat nog steeds? Ja. En hoe is het nu voor jou? Want na 4 jaar ben je er misschien een beetje aan gewend. Of wat voor betekenis geef jij aan dat nu gebeurt? Ik vind het nu wel fijn in plaats van dat ik het eng vind. Want nou geeft het wel zo'n gevoel van, je denkt dat het er is. Dat je oma er nog is? Ja. Ja. En wat vind je dan fijn aan dat zij er nog is? Wat aan haar vind je dan fijn om bij je te hebben? IJskoffie. IJskoffie? Ja. Was dat haar ding? Ja, bij de Tumtum, daar tegenover was eerst een ijskoffiewinkel. Ja, drinkzaakje. En daar gingen wij toen telkens ijskoffie halen. Oh, wat gezellig. En waar is je oma uiteindelijk overleden? 2016. En wat is de reden dat zij overleed? Waaraan is ze overleden? Een hersentumor. Wow. En hoe was dat voor jou, dat proces met je oma? Ja, je zag haar eerst heel vrolijk. Uiteindelijk vielen een paar spieren van haar lichaam uit. En uiteindelijk kon ze niet meer bewegen. Maar ze wist wel wat we vertelden. En hoe ging jij daarmee om? Met die fase van haar ziekte? Het was op het begin wel moeilijk. En ja, mijn vader vond het nog wel moeilijker. Ook al werd hij in het kinderthuis gezet door haar. Maar ja, het is toch wel fijn om dan nog bij haar te zijn. Je, als ik je goed begrijp, zeg je van, mijn oma had mijn vader vroeger in een kinderthuis gebracht. Dus niet zelf voor hem gezorgd. Nee. Ze had niet een hele gewone band met zijn moeder misschien daardoor. Nee, alleen tot zijn 7e. Had hij bij haar gewoond. En toch vond hij het wel verdrietig dan om haar te verliezen, zei je eigenlijk. Ja, wow, wat een bijzonder verhaal. Dank je wel dat je het hebt gedeeld. Zullen we een kaarsje voor je oma aansteken? Ja. Hoe heette ze? Omi. Omi. Nou, steek een kaars aan voor Omi. Dankjewel, Vince. Dat je gewoon als eerste ging, dat vind ik ook heel cool. Kom maar. Is er nog iemand die iets zou willen delen? Jij? Ja. Kom maar. Hoe heet je? Jasper. Jasper. Voor wie wil jij een kaars aansteken? Voor mijn oma. Hoe heet jouw oma? China. China? Ja, nee, China. Ja. Ik dacht misschien, daar lijk je niet op als iemand nee, uit China. Nee, maar nee. Wil je iets meer over haar vertellen? Ja, ze is toen ik volgens mij 4 was overleden.
En ja, eigenlijk weet ik ook niet meer heel veel van. Ze zijn volgens mij aan een hersenbloeding overleden. Ik weet eigenlijk er bijna niks meer van. Was vier, dus... Maar je vindt het wel mooi om haar nog te gedenken? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, wauw. Wie ook nog iets wil delen, maar er nu niet aan toegekomen is, kan straks bij ons in de telefooncel iets komen zeggen. En jullie zullen er straks ook bij zijn, want we gaan nu kijken naar een herdenking van Natasja, die ook overleden is. En daarna gaan we luisteren naar een lied van Sophia Kruithof en haar gitarist Arthur. En dat heet... Dat weet ik eigenlijk even niet meer, excuus. Maar daar komen jullie straks achter. En wij gaan met z'n allen daarnaar luisteren. Ik wil Natasja niet vergeten, want zij was heel erg belangrijk voor iedereen in onze familie. Hoi Natasja. Ik mis jou heel erg. Mijn moeders beste vriendin heeft kanker gekregen en is daardoor heeft 3 jaar daartegen gevochten. En dat vind ik heel erg knap, maar toen is ze uiteindelijk dood gegaan. We komen daar 1 keer in het jaar en dan brengen we bloemen en dan huilen we wel eens in de auto. Dan zijn we eigenlijk... Dan gaan we heel erg huilen, dus daar is nog steeds heel erg vastgegrepen bij mij. Maar dan voel ik leegheid en dan denk ik, ja, was zij maar hier. Ik mis jou. Heel erg. Dat het zo over kanker ging, dat heb ik nooit gemerkt. En toen het nog een beetje te laat was om mee te leven... Toen werd het pas tegen mij verteld. Ik mis jou heel erg. Doei. Ze zeggen... Al heb ik vrede met mijn verdriet. Ik zie jou in alles om me heen. Zelfs in mijn eentje ben ik niet alleen. Ook al zijn je foto's nog alles wat ik heb. Ik denk aan jou. Aan jou heb gedacht. Ook al zijn je foto's nog alles wat ik heb. Ik denk aan jou en vraag me af waar jij nu bent. Weet je niet dat er niets is veranderd? Alles wat jij bent voor.
bent voor mij. Ik verlang nog steeds naar jou in mijn armen. Alleen de tijd vliegt voorbij. Ik zou mijn moeder niet willen vergeten die ik 1,5 jaar geleden ben verloren. Moeders, ik zit nog steeds te wachten op je goeiemorgen-appje die ik na 1,5 jaar nog steeds niet heb gehad. Ze is voor de 3e keer gediagnosticeerd met kanker. En deze keer zat het zowel bij de longen, de lever en in haar hoofd. Ze ging heel snel achteruit. En toen is ze overleden aan hartstilstand. Uit het niets. Die bewuste avond, mijn ouders zijn zeg maar gescheiden, kwam mijn vader mijn kamer op en ik was gelijk wakker. En ik wist al meteen dat hij zijn hand was en hij kwam bij me zitten en hij zegt, Andy, mama is overleden. Hoe kan het? Waar heeft het ziekenhuis fout gedaan? Hadden ze er iets aan kunnen doen? Waarom heb ik mama niet kunnen helpen? Heb ik iets fout gedaan? Ben ik iets vergeten te zeggen? Gewoon, ja, spijt, zeg maar. Ik wist dat mama niet lang meer had, want het was geen kwestie meer van jaren, maar eerder weken of maanden. Dus ik had net een schema gemaakt dat ik mama iets vaker zou zien, want het ging rest 1 keer per maand naartoe. En de eerste keer dat erin zou gaan, zou de donderdag nadat ze is overleden ingaan. En toen is ze op dinsdag overleden. En toen dacht ik wel bij mezelf van, ik had nog zoveel met haar willen doen wat ik gewoon niet heb kunnen doen. Dus daar heb ik gewoon spijt van, dat ik dat niet meer heb gedaan. Dingen die ik niet heb kunnen zeggen. Ik weet dat ze heel veel dingen nog graag had willen zien, zoals mijn examen, gewoon mijn diploma-uitreiking en zo. Ze had heel graag oma willen worden, daar kan ik helaas niet voor doen. Maar ja, ik heb nou ook gewoon een droom en die ga ik achterna jagen, ook voor mama. Die is ook door haar ontstaan. Ze had het nooit heel breed, maar toch wou ze er altijd voor zorgen dat ik het goed had. En als ik een keer vroeg van mama, mag ik een keer koken? Ook al had ze niet zoveel geld, gaf ze me gewoon geld. Zegt ze van, nou, succes jongen, ga maar koken, bedenk iets leuks. En dat is ook gewoon een van de redenen waarom ik nou kok wil worden. Zij heeft me gewoon in die passie geholpen, zeg maar. En nu is een van mijn levensdoelen geworden om een restaurant te openen en dan aan mama te eren. Ik wil je gewoon even zeggen dat je een hele grote impact op me had. Ik mis je elke dag en ik wou dat je weer hier was. Ik hou van je. Als ik mijn eigen restaurant ga openen, ga ik het Angel noemen, aangezien mama Angela heet. En als je dan best wel letterlijk pakt, is het Angel, zeg maar. En ze is ook gewoon mijn engeltje. Sophia, dankjewel voor dit fantastisch mooie nummer. Heel fijn om even stil te kunnen staan bij gevoel. Ik mis ook wel mensen. We zijn hier nu samen kaarsen aan het aansteken voor mensen die deze leerlingen nog missen. Sommigen willen daar liever niks over zeggen. En ik ga even kijken of er iemand is die nog wel zijn verhaal wil delen. Voel je ook ondertussen vrij om jouw verhaal met ons te delen via de chat in het scherm waarin je deze uitzending kijkt. En zelf steek ik een kaarsje aan voor Angela en Natasja, over wie we net hebben gehoord. Deze is voor Natasja. Een lief verhaal en zo mooi gedeeld. En deze is voor mama Angela en het restaurant wat gaat komen. Zou jij iets willen delen over je kaars? Ja. Ja? Mijn oma is overleden. Ze had drie kankers tegelijk, jouw oma. En, Wauw, laten we kaarsje voor haar aansteken. Dankjewel. Kom maar, is er nog iemand die een kaars wil aansteken? Jij? Zou je iets willen delen over voor wie die is? Nou, voor mijn opa. Voor je opa? Geeft niks. Overmorgen 6 jaar overleden. En daarom nou even kaarsen. Hij is
overmorgen 6 jaar overleden en we steken vandaag een kaarsje voor hem aan. Dankjewel. Je kan zometeen aangeven dat de kinderen in de klas in de slag moeten. Ik wil ook een kaars aansteken. Terwijl wij hier nog kaarsen aansteken voor mensen die we missen, kunnen jullie in je klas ook even tijd nemen om het gewoon met elkaar te hebben over de mensen waar jullie op dit moment aan denken. Je kan het helemaal vrij invullen. Je kan ook kaarsen aansteken, elkaar verhalen vertellen of gewoon zelf even een momentje nemen. Ja, kijk maar wat jou helpt bij het herdenken van wie jij mist. Dankjewel. Wilde jij nog aansteken of had je al gedaan?
lieve oma. Als je hier nog was geweest, had ik je willen vertellen dat iedereen ongelooflijk veel van je had. Dat je gemist had. Zowel mama als de tantes. Iedereen vindt het vreselijk wat er aan het is gegaan, maar uiteindelijk heb jij de rust gevonden die jij zocht. En daar kunnen we gelukkig allemaal wel onze vrede in vinden. Dus heel erg bedankt voor alles en we houden allemaal nog steeds ongelooflijk veel van je. Kijken naar nog een mooi verhaal van iemand die ook iemand mist. Opa Frans, ik mis je heel erg en ik zal je nooit vergeten. Mijn opa die is in een depressie gekomen omdat hij ziek was. En die heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Toen hij ziek was, toen wou hij liever niet de deur uit om iedereen te zien, zeg maar. En toen heeft hij me een berichtje gestuurd dat ik de eerste was die hij zou bezoeken als hij weer de deur uit wou. En toen heb ik ook een screenshot van de chat gemaakt, zodat ik het ook voor altijd heb. Het was mijn eerste opa die was overleden. En nog nooit zoiets meegemaakt dat iemand zelfmoord had gepleegd. En dat was best moeilijk. Ik was wel een beetje boos, maar ook weer niet. Want het was wel beter voor hem. Maar voor ons was het natuurlijk niet zo fijn. En hij was natuurlijk niet lekker toen hij nog leefde. En nu is hij hopelijk goed. En ik denk dat hij boven in de hemel is. En daar heeft hij een goede plek. Ik heb ook meerdere malen in psychologie gezeten, omdat ik best wel bang was. En toen heb ik ook dingen voor gemaakt met herinneringen erin. En die heb ik wel op mijn kamer gezet. Hoi opa. Ik vraag me af waarom je het hebt gedaan. Ik hoop dat het wel goed met je gaat, maar ik mis je wel heel erg. Doei. Dit kaarsje is voor opa Frans. Het is best wel een aparte dag, hè? Want aan de ene kant zijn verhalen heel erg mooi en aan de andere kant heel verdrietig. En dat vind ik eigenlijk altijd met de dood, dat dingen super mooi en super verdrietig tegelijk zijn. En Guido de Bruin schreef een heel mooi gedicht over gemist, wat ik graag wil voorlezen aan jullie. Hallo, ben jij daar? En zo ja, waar is dat dan? Of moet ik daar zelf wat bij bedenken? Wolken, licht, een zee van bloemen. Jij in je stoel, bij het raam. Met je lijf weer helemaal heel. En uitzicht op golvende velden. En op de achtergrond de muziek waar je van houdt. Of alleen maar een zachte stilte die je kan horen suizen als je heel goed luistert. Zoiets? Je hoeft niet te antwoorden hoor. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik zie je toch wel voor me. En ik hoor je toch wel praten. En ik voel dat je naar me kijkt. Met die blik in je ogen als je heel goed luistert. Misschien heb je die nog steeds. En hoor je me nu zeggen dat ik niet vergeet hoe we hebben gelachen toen. En dat het me spijt van die ene keer. En dat ik je hand op mijn schouder nog steeds voel soms. Dat je dat weet. Er zijn zoveel verhalen van mensen die vandaag niet letterlijk dit moment hebben gehaald, maar die net zo belangrijk zijn als iedereen die wel aan het woord is geweest. En voor al die verhalen steek ik nog een kaars aan. Ik denk dat ik gewoon alle kaarsen aansteek, want waarschijnlijk zijn er wel minstens zoveel verhalen als kaarsen die nog over zijn.
bedankt dat jullie erbij waren vandaag. Bedankt voor jullie verhalen. En ja, het was goed om dit samen te doen. Nog een fijne dag.